Een hele goede morgen, Patrick hier van de Six Star Leadership Podcast. Leuk dat je weer kijkt of luistert. We zitten op de vrijdag voor de horror winterweek, wie er aan zit te komen. Dus als we de berichten geloven, dan gaan de kinderen maandag weer naar school. En als het goed is, wordt het één grote ellende, want ligt er 20 25 centimeter sneeuw hier in Haarlem. En dan vriest het 10, 15 graden. Dus dat hebben we weer fantastisch gepland met elkaar. Neem niet weg dat ik er ontzettend naar uitkijk dat de kids weer naar school gaan of alweer zijn gegaan en uh, dat we een hele mooie winterweek voor de boeg hebben. Misschien zie je deze video wel uh, later en is het al lente en denk je van waar heeft hij de gos dan over? Nou ook prima, uh, het zij zo. Ik heb, uh, ik heb de laatste week ontzettend veel uh, gesprekken opgenomen en we zitten denk ik al tot mei, juni, iedere week uh, met een mooie podcast uh, in de planning. Nou, ik heb de planning wel wat verschoven, zoals je misschien gemerkt hebt. Vorig jaar deed ik altijd op de dinsdag uh, de lancering van de nieuwe podcast. En dat is nu naar de woensdag gegaan. Nou, dat komt onder andere omdat we net wat meer tijd willen besteden aan het editen en het mooi maken van de video's. En om het ons een dagje extra tijd te gunnen, uh, hebben we er woensdag van gemaakt. Ja, dus op die manier kunnen we de video's naar een mooiere niveau tillen. Dat zul je ook wel gezien hebben. Uh, net wat beter geluid, net dat mooie beeld, wat verschillende hoeken waarin we de video's aan elkaar editen. En op die manier jou als kijker een mooiere beleving te geven. Uh, en ben je een luisteraar, dan, uh, dan maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit hoe de achtergrond daaruit ziet. Want dat is gewoon het plekje waar jij aan het luisteren bent. Nou, er gebeurt een hoop in de wereld en. Um, um, nou goed, ik, ik wil vooral heel erg dichtbij blijven bij mezelf en bij de dingen waar we aan het doen zijn. Uh, en dat is met name dit plekje in Haarlem, vind ik heel fijn. Ik, uh, ik ontmoet daar mooie mensen. En uh, dat is inspirerend. Ja. Uh, en dat is ook gewoon leerzaam voor mijzelf. Ik vind dat mooi. Ja. Iedere gast leer ik van. Pak ik dingen uit. En uh, ja, ik denk daarvan, ik gooi het gewoon op een kanaal. En dan kan iedereen, uh, wie daarin geïnteresseerd is, uh, is meeluisteren. Nou, wat ik wel leuk vind is dat we een interactie kunnen creëren met elkaar. Dus als jij een, uh, een video of een uh, podcast hebt gezien of geluisterd, nou, geef eens een reactie. Schrijf een recensie op YouTube, op Apple Podcasts of op Spotify. Ja, en op die manier uh, krijgen wij feedback uh, van het gesprek. Kunnen we eventueel vragen beantwoorden en kunnen wij ook uh, dingen verbeteren die nog meer aansluiten bij jullie als luisteraar of als kijker. Ik was mijn kantoor aan het opruimen en ik kwam nog drie hele mooie boeken tegen van, van de gasten van vorig jaar. En deze ga ik, uh, ga ik verloten opnieuw. Ja, nou, wat moet je daarvoor doen? Nou, meld je aan bij, uh, bij Apple Podcasts, uh, bij Spotify of op YouTube als abonnee. En uh, laat een berichtje achter dat je dat gedaan hebt. Dus uh, zet eventjes uh, dan YouTube of zet eventjes dan Spotify. Zet eventjes dan Apple Podcast. Ja, dan weet ik dat jij jezelf geabonneerd hebt. Dan weet ik ook meteen wie je bent, want dat is natuurlijk allemaal uh, geheim. Ik zie wel een leeftijd en ik zie ook of je mannetje of vrouwtje bent. Maar ik zie niet wie je bent. Op het moment dat jij dat gedaan hebt, dan, uh, dan kan ik jou daar uitloten. En uh, deze loterij, noem ik het eventjes, ja, boeken weggeef actie. Dat klinkt misschien wat, uh, wat, wat beter. Uh, die zal lopen tot half februari, schattig. Ja, dus luister jij deze podcast uh, of zie jij deze video na 15 februari? Ja, dan uh, gaat deze actie niet meer op. Neem niet weg dat het uh, slim is om je toch te abonneren. Ja, dat kan uiteraard ook op onze nieuwsletter op sixleadership.com, uh, Maar ook op een van de podcastkanalen. Want wij geven het hele jaar door, geven wij uh, leuke boeken weg. Uh, en dat kan ook zijn, uh, een keer wat anders als een boek, als ik een keer een gast heb die wat anders aan te bieden heeft, uh, denk ik een leuke kortingsactie of wat dan ook. Nou, drie boeken. Uh, ik begin met uh, uh, het boek Niemand is Belangrijker uh, uh, dan het Team van Otto van Weggen. Ja, Otto is een, uh, een oud-brigadegeneraal, uh, buitendienst inmiddels, en hij is zijn expertise aan het delen met, uh, met civiel Nederland. Ja, en uh, dit boek is onder andere geschreven vanuit zijn uh, militaire visie op leiderschap. Maar is wel echt een vertaalslag ook naar de civiele sector. En uh, Otto schrijft hier ook in dat niemand belangrijker is dan het team. Ja, daar kan ik me niet anders dan 100% bij aansluiten. En wat Otto ook uh, hierin zegt, is dat je als leidinggevende nooit uitgeleerd bent. Ja. Dus, uh, uh, denk je dat je als leidinggevende bent uitgeleerd, dan ben je een slechte leidinggevende, want je wil altijd bij blijven leren, lijkt mij. En dat is ook hetgeen wat je naar je mensen wil uitstralen, zodat ook zij altijd in een leermodus willen blijven zitten, zodat je als team uiteindelijk beter wordt. Ja, en uh, daarom is ook uh, niemand belangrijker dan het team. Dus uh, Otto van vanwege: niemand is belangrijker dan het team. Nou, dus abonneer je op een van de kanalen. Laat weten dat je dit gedaan hebt. En dan uh, kun jij ook een voorkeur aangeven welk boek jij interessant vindt van de drie boeken die ik nu ga uh, aanbieden. Ja. Het tweede boek is, uh, is Zandhappen van, uh, van Martin Kruijf. Ik laat hem even zien in de camera, Zandhappen. Ik heb Martin Kruijf afgelopen jaar in de zomer gesproken. Dit was wel een heel mooi gesprek. Omdat generaal Martin Kruijf, ja, hij heeft wel een mooi verhaal te vertellen. Hij is... Uh, als commandant in Zuid-Oezeg of Zuid-Afghanistan verantwoordelijk geweest voor 40.000 uh, internationale troepenmacht van 40.000 personen. Uh, en dat is eigenlijk uh, uh, alleen voor Mar de Cruijff weggelegd tot op heden. En dusdanig een dusdanige grote internationale coalitie aansturen in, in een gebied waar echt wel oorlogs, uh, shit aan de hand was. Uh, Mar schrijft in zijn boek Zandhappen hoe hij tot die positie is gekomen. De hele voorbereiding op die operatie. De zaken waar hij zelf mee speelde tijdens de operatie, want het is niet allemaal uh, koek en ei natuurlijk. Het is ontzettend complex. Uh, er zijn vele slachtoffers gevallen tijdens uh, de periode dat Martin Kruijff het commando had over, die, uh, over dat gebied. En uh, daar schrijft hij over en ook uh, uh, de periode na deze uitzending uh, laat Mart op een hele mooie manier terugkomen in dit boek. Uh, ik heb hem met veel plezier gelezen en ik denk dat het een aanrader is voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe jij. Uh, ja. Aan de top als leider zo non-monses naar zaken kijkt. Dat is gewoon ontzettend inspirerend. Maak het allemaal niet te moeilijk. Uh, maar ook hoe jij een dergelijke grote complexe operatie aanvliegt. Hoe jij een, je team bij elkaar krijgt. Uh, dat jij de juiste competenties bij de juiste plek wil hebben. Dat iedereen iets toevoegt. Uh, dat schrijft Mart. en dat is ontzettend mooi. Daarnaast is Mart, ik krijg ik ook nog eens uh, ja, echt karttrekken van de Invictus Games. Die eigenlijk vorig jaar al in Den Haag gehouden zouden worden. Dit jaar zouden ze weer gehouden worden. En volgens mij is dat afgelopen week wederom besloten om het uit te stellen. Dus uh, ook hierin is Macht te krijgen. Een inspirerende persoon. En een heel erg mooi boek, Zandhappen. Ja, dus ik, uh, uh, Ook deze kun jij uh, winnen. En uh, als laatste, maar not als least, is uh, Sander Aads. ja Niet te breken. Uh, Sander zijn boek. Sander is uh, inmiddels bezig aan zijn tweede boek. Ja, dus hou ook dat in de gaten. En, uh, ja, Sander heeft gewoon de, de meest zware opleidingen als militair doorlopen. Hij heeft een beetje alle SF-opleidingen gedaan. En um, in zijn boek deelt hij al zijn ups en downs: uh, veel pijn, veel zweet, veel tranen. Uh, ook veel militaire humor. En je krijgt in één kijk hoe een individu uh, binnen een indrukwekkende loopbaan zichzelf stand heeft gehouden. Uh, maar ook gewoon door bepaalde dingen heen heeft moeten breken om het voor zichzelf op rij te houden. Ja, en uh, je kunt je voorstellen dat je dan wel af en toe ergens tegenaan loopt. Nou, Sander heeft dat op zijn eigen manier uh, om kunnen zetten tot, uh, ja, tot echt wel een krachtige weerbaarheid. Een weerbare man en zijn missie is Nederland weerbaarder maken. En in dit boek staat, uh, staat Sander zijn lessen, uh, hoe hij uh, vanuit zijn carrière en persoons eigenschappen uiteindelijk een, um, een heel mooi bedrijf heeft opgebouwd, Unbreakable Academy... En uh, dit boek is echt een, een aanrader voor iedereen die in persoonlijk leiderschap gelooft, uh, inspirerend en geeft handvaten hoe ook jij uh, uh, niet te breken kunt worden. Ja, en iedereen is te breken, maar eigenlijk ook weer niet. Want je hebt altijd jezelf en als je jezelf hebt en je kunt jezelf bij elkaar houden op de juiste momenten, dan uh, kun je altijd richting kiezen en in actie komen en op die manier uh, de regie krijgen over je eigen succes. Mooi boek, niet te breken van Sander Aarts. Ja, dus deze drie boeken die heb ik nog van, van de gasten van vorig jaar. liggen. dus die, die gaan we weggeven. Uh, wat moet je doen nogmaals? Uh, nou, abonneer je op YouTube, Spotify of op Apple Podcast. Ja, laat even in een comment achter dat jij uh, wie je bent en dat je je geabonneerd hebt. Je mag me ook uh, direct een berichtje sturen als je dat graag wil. En uh, je kunt uh, dan uh, kans maken op deze boeken. Loopt tot 15 februari. En dan heb ik mijn 2020 boekenkast opgeruimd. En dan hoop ik weer drie mensen daar blij mee te hebben gemaakt. En dan gaan we dit jaar weer keihard aan de slag om uh, met mooie nieuwe gasten weer mooie nieuwe winacties uh, uit te zetten. Uh, woensdag komt de nieuwe podcast online. En dat zal uh, zijn met, uh, met Gunther Klein. Ja, Gunther die is uh, head of security van uh, PostNL. En ook dat is natuurlijk wel een onderwerp wat, wat op dit moment speelt. Cybercrime. Een, een oorlogsvoering die niet zichtbaar is, maar die zich wel afspeelt. En, en Gunther heeft een verleden als. Uh als verkenner, ja, hij heeft veel inlichtingenwerk gedaan. En vanuit die hoedanig is hij uiteindelijk uh, op deze hele belangrijke positie voor Post.nl uh, beland. En uh, wij praten erover. Uiteraard over zijn dienstverleden, maar zeker ook over zijn huidige job. De opdracht en de uitdagingen die voor hem liggen. Ja, dus uh, woensdag 8 uur s ochtends, dan uh, staan we weer online. En uh, ik hoop je dan weer uh, te zien. Nou, tot zover, zeg ik Patrick hier. Einde bericht.